In het Okura Hotel werd gisteravond voor de 20ste keer het Schiphol-diner georganiseerd door de Kamer van Koophandel Amsterdam. Doel van het jaarlijkse diner is het economisch belang van de luchthaven voor het voetlicht brengen. Het Schiphol-diner is in Nederland het jaarlijkse informele netwerkevent voor een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie, Schiphol. 250 betrokkenen bij de luchthaven waren uitgenodigd voor het diner. Ter gelegenheid van het vierde lustrum was niemand minder dan kroonprins Willem-Alexander aanwezig als eregast. Hij benadrukte onder meer het belang van de luchthaven op het moment dat Nederland in 2028 de Olympische Spelen zou mogen organiseren. Als we in 2028 effectief grote mensenmassa's willen vervoeren, dan moeten we de capaciteit van ons wegennet en ons openbaar vervoer de komende periode flink verbeteren. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een rondje Randstad, waar weg- en openbaar vervoer gecombineerd worden en waarover elke belangrijke locatie, inclusief Schiphol, binnen een half uur linksom of rechtsom bereikt kan worden. Tijdens het diner hadden de gasten de mogelijkheid om op informele wijze met elkaar bij te praten. Schiphol-directeur Jos Nijhuis gaf zijn lange termijnvisie op de toekomst van de luchthaven. Als wij in 2025, 15 jaar vanaf nu, nog steeds één van de vijf vooraanstaande Europese luchthavens willen zijn, dan zullen we in de toekomst moeten investeren. Om ruimte voor die vernieuwing te maken, bouwen we dan ter hoogte van de D-pier, dus aan de rechterkant, eerst een volledig nieuwe terminal, dan hebben we ruimte naast de bestaande terminal. En deze terminal kunnen we dan rechtstreeks aansluiten overigens op het NS-station. KLM-directeur Peter Hartman sloot het diner af en benadrukte onder andere in zijn toespraak het belang van KLM voor Schiphol. We hebben gezamenlijk vastgelegd dat de mainboard niet zonder een sterke hubcarrier kan. Evenmin kan de hubcarrier zonder sterke mainboard. KLM als hubcarrier heeft geen keuze. De mainboard van KLM was Schiphol, is Schiphol en blijft Schiphol.